Like deze video binnen 3 seconden als jij al een victorie hebt gepakt in Fortnite seizoen 7. 1, 2, 3. Ik hoop dat jullie gelijk hebben. Minimaal 4000 likes op deze video betekent morgen om 7 uur in de ochtend, elke dag om 7 uur in de ochtend, een nieuwe video. En ik weet dat we het kunnen. Ben jij nog niet gesubscribed? Klik met je vinger op die subscribe button. Want we hebben bijna de 150.000 abonnees. En als we die hebben, kan ik deze eindelijk doorstrepen van mijn buur. En hebben we eindelijk de 150.000 en gaan we onderweg naar de 200.000. Geniet van deze awesome Victorial family. Want jullie weten het, elke video van King Almighty is een Victorial. Peace. Laten we even naar deze Gotham kasteel gaan, family. Ik ben hier nog nooit geweest, man. Dit is de allereerste keer dat ik letterlijk hier zou gaan landen en ik weet niet, oké. Ik dacht serieus dat hij zo'n ingang of zo zat. Ik heb begrepen. Oh. Oké. Wat ik heb begrepen, family, is dat het een hele kasteel is en dat deze kasteel helemaal is ingevroren door het ijs. Maar, met de tijd gaat al dit ijs gaat smelten en dan komt langzamerhand een kasteel tevoorschijn. En dit is het kasteel waar de Tyrhonskin, de Ice King, in uit is gekomen eigenlijk, toch? Als ik het goed begrijp. En dat is eigenlijk best wel logisch ook. Hey, er zijn hier zoveel enemies gaan, alleen zie ik niemand. Ja, ik zie wel in de fit eigenlijk. Met mijn pushen, bro? Nee? Oké, dan kom. Hé, waar is iedereen naartoe, bro? Ja, sorry family, dit is een beetje een doel voor mij. Ik kom eraan jongens, niet beter zonder mij, please. Kijk hoe mooi ze het hebben gemaakt dan. Kijk hoe crazy, jongen. Echt crazy gek. Oh shit, hij heeft een grappler. Oh man. Oh shit, oh, 2 enemies. Oké. Oké. Dat was mijn kill! Was het dan? Al mijn kills worden gestolen. Waarom stelt iedereen mijn kills? Oh man. Weet je wat? Oh, hij is eruit gesprongen. Toch? Nee, hij is er nog. Hij is eruit gesprongen. Ja, hij is eruit gesprongen. Dat dacht ik al. Ik heb geen mes meer. En nu? Nee! Ah, fuck man. Bro! Ik vind deze plek niet zo leuk, sorry. Deze plek is niet zo funny. Echt niet. Echt weet je met die RPG. Ik zet hem aan die kant. Ik pak gewoon die zipper en ik ben weg van die family. Ik weet de heck niet hoe ik heb overleefd. Ja, vraag me ook gewoon niet hoe. Deal. Deal. Oh man, nog een vliegtuig. Oké. Ik moet even loot gaan zien vinden, man. Ik moet even hout gaan halen, want ik heb helemaal niks. Wee! Let's go. Oké, oh, dat is ook een. Ah shit, dat is ook een enemy. Ik heb geen meds. Hij heeft zo een paar hond hout daar zo liggen. Ik ga dit niet halen, man. Ik moet hem headshotten. Ik moet hem headshotten en dan mis ik alles. Gelukkig is de noob. Gelukkig is de noobie family. Push die shit. Let's go. What the fuck? Hoe heeft hij zoveel health? Wat heeft hij gelijk ingenomen dat hij zoveel health had? Ik dacht hij was one shot gek. Hij moet goed geraken ook. Hij heeft gelijk een slurpje of zo ingenomen. Of een groot shoot of zo in de tussentijd. Damn son. Damn son, ik dacht echt van hij was one shot. Man, als ik hem eerder had gekild, had ik die grote shoot en zo, man. Nu ben ik alsnog weer one shot. Hout valt nog mee. We hebben totaal iets van 350 mes. Daarmee moet het sowieso goed komen, family. Nu nog de heals. De wapens zijn ook al goed mee, we hebben goede wapens. Weet je, als je mij gewoon deze pump geeft, dan ben ik al super blij. Dan vind ik het al goed. Dan maakt het niet uit wat voor wapens je me geeft. Maar als je mij die pump geeft, dan vind ik het helemaal mooi, family. Dan hoef ik alles eromheen, hoef ik niet. Ik ga gewoon die glitch proberen ook. Wacht even.
Ah, jammer, jammer, jammer. Ik zou echt lachen als ik hem zou krijgen. Liever War Machine, man, ik zeg eerlijk. Ik vind die rocket gaat scheef, hij gaat altijd met zo'n boog. En hij doet super weinig damage, dus ik heb veel liever War Machine. Hij gaat zeg maar niet recht, hij gaat echt met een boog. Dus je moet heel erg raar aimen met dit ding. Ah, oh, yes. Oké, super burpy, dankjewel. Thank you. Let's go. Oké dan, oké. Nu zijn we back. We zijn weer back in business, buddy. Let's get it. Yo, zeg als je dan naar de quad zit. Dan kan ik die quad pakken. Ja, lekker, we hebben quad family. Nu kunnen we lekker pushen. Ik moet niet meer zo hoog in de lucht vliegen, family. Anders krijg ik hele zieke damage. Ik heb wel niet zoveel HP. Maar het is gewoon veel te leuk om te doen. Oh, man. Yo. Oh, shit, boy. Ik dacht al dat ik iemand hoorde. Oh, man. Oh, shit. Oh. Oh, yo. Jij moet... Ja, mijn hele dikke damage geven, bro. Jij gaat dood. Ja, maar zulke dikke damage geven dat je dood moet. Zet je waist down, boy. Hoe bedoel je? Hoe bedoel je, boy? Wie geeft mij zulke dikke damage, hè? Wie denk jij dat je zulke dikke damage geeft, boy? Yo. Bedankt voor je heals en je meds. Met je gat en vliegtuig. Kom maar aanrijden met je vliegtuig. Hé. Ja. Ja, nu moet ik eigenlijk wel iets droppen, hè. Ja. Ja. War Machine wil ik eigenlijk ook. Oké, we gaan zonder AR spelen. Tot ik een Scarce tegenkom. We kunnen die grijze AR kunnen we wel missen eigenlijk. Oh, shit. Oké dan, dankjewel. Oh, ik kan hem niet innemen. Oké, dan wachten we even. Dan wachten we even, family. Oh, ik word niet gepusht in de tussentijd. Toch? We worden gepusht. Even goed om ons heen kijken. Ja, oké, we kunnen hem innemen. Oh, dit is een blauwe AR. Oké, ook goed. Ja, bye bye. Sorry, War Machine, maar dat moet wel. Het spijt me super erg, War Machine, maar dat moet wel, man. Ja, maar nee, ik wil het niet, man, family. Ik wil het! Nee. Ik ga gewoon meenemen. Oh, shoot. Meen je dat nou, bro? Meen je dat, hè? Hè, meen je dat? Oh, daar ben je. Oh, mis, hè? Jammer. Jij had echt stoer, hè? Wist je dat? Jij wacht, ben ik ook voor mij. Let op. Oh, shoot! Dat was mijn kill, bro! Oh, man! Oh, shit! Van waar werd hij gesniped? Wai, yo. Ik wou hem net pimp op zijn kop. Oh, daar ben je. Oké, bro. Let's get it. Kijk mijn match. Dit is de loot die ik nodig heb, family. Let's get it. Ik wil meer kills. Ik wil meer stappen van Noobies killen, alsjeblieft. Noobies, waar zijn jullie? Waar zijn jullie? Oh shit, daar dus. Oké. Oké, jij. Ga je nou echt zo irritant doen? Huh? Wie heeft de heikrat nu? Wie heeft de heikrat nu? Vertel! Vertel! Dacht echt als je mij dat je heikrat kon bouwen tegen mij, bro? Huh? Wat denk je dan? Hè? Huh? Wat denk je dan? Dat je mij nou killen, bro! Zit je ass down, son! Deze enemies, jongen, die fantaseren veel te veel, family. Mijn vraag is, waar zijn loot naartoe? Zo, ik heb een paar keer goed geraakt, hè? Kijken. Ik ga daar mijn kill pakken. Oh! Wat? Oh, shit! Er is iemand daar binnen!
Zag je wel. Hij gaat naar mijn trap komen, let op. Gaat hij die trap opkomen? Ik ga niet op hem schieten, family. Ik ga niet schieten op hem. Oké, hij moet mijn trap opkomen, let op. Waar is hij nou? Is hij nou onder mij? Waar is hij onder mij? Kom, loop mijn trap op, bro. Ja, ja. Nee, hij is naar beneden gevallen. Hij gaat er weer op, hij gaat er weer op. Let op, let op. Let op, family. Hij gaat mijn trap inlopen. Nee! Hij ontwijkt hem! Jij bastard! Ik wist het. Shit. Om mij heeft ze geheeld. Dan heb ik ook een RPG boy. Het is veel spannend. Ja, nu heb ik ook een RPG en nu? Oh, er zijn twee enemies hier. Ik kan nog een enemy. Boom! Shakalaka, boom! Oké, zo doen wij dat. Zo doen wij dat! Shake me, oh my god, nip, yo! Zet hij daarin, denk je? Ik ga echt lachen. Ik heb geen flauw idee waar deze laatste enemy zit, fam. Oh, daar is hij. Helemaal daar, gek. What the heck. Ik laat even zien dat ik een tryhard ben. Ja, bro, zag je dat? Ik ben een tryhard. Ah, gaat hij maar voor de nip komen. Wat een bastard. Laat ik hem halen, bro. Ik ga eerst even kijken wie de cirkel krijgt. Misschien hoef ik hem ineens te pushen. Oh shit, wat de heck was dat? Hij heeft de cirkel. Natuurlijk heeft hij de cirkel, bro. Ik bedoel, waarom zou ik ook de cirkel gaan krijgen? You know? Pushen. Waarom zou ik de cirkel gaan krijgen, hè? Bedankt voor het kijken naar deze awesome video. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te subscriben. Ik ga jullie morgen om 7 uur in de ochtend weer terugzien met een nieuwe Victory Royale. Oké. Peace.